Vrienden en vriendinnen, het is dinsdag 12 maart. De tent van Wielerclub Wattage staat opgeslagen in Deinze, Oost-Vlaanderen. Nadat wij vorige week ook al gezien hebben dat kinderen het nummer rijen, rijen, rijen terug hebben ontdekt, zien wij ondertussen dat ook mensen op hoge leeftijd het nummer weer overal beginnen gebruiken. Meer rijden. Ja, meer rijden. Ja. Van achteruit, vanuit die volgwagen. Kom aan, rijen, rijen, rijen. José is mee en we love José voor alle duidelijkheid. Onze kopmannen zijn zoals steeds op de afspraak en die kopmannen verdienen een entree door de grote poort. Beste mensen, hier zijn ze voor u. Dirk de Wolf, Mark Uitroeven, Tom Bonen en Jan Bakerholz. Ja, welkom allemaal. Welkom bij de club. De lijnen van het Wielerclub Wattage Contactcenter stonden rood gloeiend. Er zijn geweldig veel sms'en binnengekomen van de mensen in de zaal. Ik schotel er een aantal voor aan mijn vier panelleden. Mark, hoeveel waarde zou jij kleven in de wielermanager op deze drie coureurs in hun beste jaren? Je mag maximaal tot 12 miljoen gaan. Jan Bakerholz, hoeveel zou die waard geweest zijn? Die moet nog bijbetalen. Voilà, Tom Bonen. 12 miljoen. Dirk de Wolf? Dat is lang geleden. Hè? Ja. Tot kort bij mij. Ja. 13 miljoen. Toch op zeker spelen. Vraagje voor Tom. Wil jij Peter worden van de berggeitjes? Een pannenkoekenrit in Vosselaar volstaat ervoor. Wat zijn de berggeitjes? Ik weet niet. Die werden massaal ingestuurd. Ik heb geleerd dat ik moet opletten met ja te zeggen op dat soort dingen. We praten er later over. We gaan straks nog eens terug. Nee, sowieso. Vraagje voor Dirk de Wolf van Axel Djordjevic. Wat is het gekste feestje dat je ooit hebt gehad met paaskacht? Met? Kom aan, doe niet van. Wat is het gekste feestje dat je ooit hebt gehad met paaskacht? Oh, redelijk veel. Ik heb Nel van Europa met voetbal met paaskacht gedaan, dus heb ik een paar feestjes gehad. Ja. Ja. In welke stad is het gekste feestje geweest? Eigenlijk in België. Ah ja? Met de waar in de Loanton met een jaarlijkse reunie, waar ik Tom en Jan ook gaan op uitnodigen. En die gaat volgend jaar terug door. Dat zijn de beste feestjes. Allee, vooruit. Ja. Vraag nog van Jan, die is binnengekomen van Justine Verelst. En die zegt, wat was jouw competitiegewicht toen je trainde? En wat was het nu? Want je hebt vandaag een test laten afleggen. Ja, er was wat bij. Dat klopt. Het was er ook aan te zien. 4 kilo erbij. Maar over het algemeen was het een goede test. En op hoeveel stond je? Vroeger, ja. Eigenlijk. Ja, het zal misschien zelfs 5 kilo zijn. Allee. Hoeveel stond je dan vroeger? Vroeger 67 en nu 72. Het is allemaal toegestaan. Fijne verhalen, bouwde stellingen, commentaar op de commentatoren. U luistert naar aflevering 4 van seizoen 2 van Wielerclub Wattage. Daar gaat Remco Evenepoel aan de voet van de P. En dan is het Jorgensen die meteen gaat reageren. Daar gaat hij. Alsjeblieft. Tweede demarrage van Remco Evenepoel. Ja. Derde fusée. Ja. En dus pakt Remco Evenepoel de slotrit van Paris-Nice en wordt hij tweede. Telefoon neerleggen en tevreden zijn met het verhaal. Ja, de figuur van de week, daar gaan we toch uitgebreid over hebben. Winnaar van de groene trui, de bolletjestrui, slotrit in Paris-Nice, ook nog eens tweede in het eindklassement, Remco Evenepoel. Jan, zijn mening stond vandaag in de krant, heel groot. We hebben daar een aantal stellingen uit gedistilleerd voor de rest van de panelleden en jullie moeten akkoord gaan of niet akkoord gaan. Stelling 1 van Jan was, het was niet goed genoeg, niet flitsend genoeg wat Remco liet zien in Paris-Nice. Akkoord of niet akkoord? Niet akkoord. Niet akkoord? Nee, ik ook niet akkoord. Oké. Okay. En nu de argumentatie? Ik denk dat we bij Remco nogal snel vergeten dat een tweede plaats in Parijs-Nice ook wel gewoon enorm goed is. Hè? En je moet niet altijd de dingen afmeten aan de maatstaf die hij in de Vuelta heeft laten zien, bijvoorbeeld. Dus, niet altijd te streng zijn voor die jongen. Nee, helemaal niet. Ja. Tactische fouten worden gemaakt. In koers vind ik niet dat ze heel veel hebben laten liggen. Buiten de ploeg is misschien niet echt op niveau, maar tweede worden in Parijs-Nice, de laatste rit winnen en al die truien meepakken, dat is nog altijd gewoon keigoed. Dirk, jij ook niet akkoord? Nee, zeker en vast niet. Ik heb ook Parijs-Nice gereden, ik denk Tom ook, Jan ook. Als je tweede strijdt in Parijs-Nice en je wint daar 3 truien en je rijdt gans de week praktisch altijd op kop, dat is voor mij aan het doorgroeien, dan heb je geleerd, heel veel geleerd, want ik heb van Jan gelezen dat ik niks geleerd had, maar dat geloof ik, daar kan ik straks op terugkomen. Ja, dat stel ik mee. Maar je loopt hij al vooruit nog niet op hoogte geweest en hij rijdt een fantastische koers. Hij heeft 1 fout gemaakt en die heeft hij ook gezegd. Die 3 laat rijden. Daar is ook de winnaar, een sterke Jurgensen, uitgekomen. Maar je moet een keer tweede rijden in Parijs-Nice, na wat hij allemaal gepresteerd heeft in zijn eerste 4, 5 jaar als prof. Zeg, en het niet op hoogte stage gaan, dat is een verzachtende omstandigheid. Oh, dat laat ik in midden. Dat wordt te veel ingeroepen, omdat
Het is niet dat die anderen nu aan 100% zitten en straks niet meer kunnen verbeteren, omdat ze nu al op hoogte stage zijn geweest. Ook de rest verbetert. Ook de rest gaat nog verbeteren. Ja, dus daar mag je niet op blind staren. Ik vind het eigenlijk een fout van de ploeg, bijvoorbeeld, door nu nog niet op hoogte stage geweest te zijn. Ja, daar valt misschien iets voor te zeggen, maar dat is misschien ook zijn eigen keuze geweest. Het kan altijd. Zou kunnen. Het kan altijd. Stelling 2 werd ook al kort aangehaald. Hij heeft niks geleerd in Paris-Nice. Dat was ook een stelling die jij geponeerd hebt. Maar je bent er dus ook niet mee eens, Dirk. Nee. Wat heeft hij dan wel geleerd? Hij heeft veel geleerd van de week. Maar wat hem nog niet wist, hè? Hij heeft alleen maar dingen bevestigd gezien. Jan van 5 dagen achtereen in weersomstandigheden erin die slecht was. Ja, maar dat leert hij ook. Straks gaan we beginnen, lekker gaan zitten. Ja, hij moest de wegen, de weginfrastructuur in Frankrijk gaan zien. Want ja, allez, ik heb dat nog niet begrepen. Maar blijkbaar is er een verschil tussen de valversnelling in Frankrijk en die in Italië. Want 7% in Frankrijk is blijkbaar anders dan 7% in Italië. Dat komt omdat er ILO directionnels zijn en zo. Dat is toch wel van die driehoekige rotondes. En in Italië liggen geen rotondes. En er liggen ook, toch niet dezelfde. Nee, die met die fontein in Sanremo bijvoorbeeld is compleet anders dan die in Parijs. Dat is die met een fontein. Plus, jij hebt in Frankrijk vorige zomer bij mij gefietst over een weg vol putten. Waar of niet? Ja. Ja, jij bent erin gereden. Remco zal er niet meer in. Het is te hoop dat alle putten weet liggen. Dat stond plat, dames en heren. Plat, hè. Hij heeft wel degelijk iets geleerd, ook volgens jou. Maar ja, mensen, ik denk dat je in een carrière, en zeker in een carrière zoals die van Remco, als hij dan nu heel de week op kop had gestaan en ze hadden heel die koers gedomineerd en had daarmee 1,5 minuut voorsprong die koers gewonnen, leer je misschien soms minder. Dan had hij niks geleerd. Nu heeft hem heel veel geleerd. Hij heeft nu veel meer opgestoken in het oog van wat er nog komen gaat en dat hij nog een hele week gedomineerd had en derde man gereden had en vierde man gereden had. Jongens, we moeten hier stilaan tot de harde conclusie komen dat Jan leugens verteld heeft bij de collega's. Ja. Verdorie. Jan is... Je hebt het een beetje scherper uitgetrokken. Ja. Ik heb hem ook heel veel verdedigd in het artikel. Maar... Nee, Jan, dat is nu... Nee, we gaan nu op de feiten. We gaan op de feiten. Ik voel een bokskamp. In alle geval, ik kan u verzekeren dat ze bij Visma Lease Bike allicht meer geleerd hebben, want die hebben met eigenlijk... Die hadden alles al geleerd ervoor. Ja, die hebben nog maar eens bijgewerkt. Want een van hun luitenanten die heeft daar in de laatste rit bijvoorbeeld 30 kilometer met Remco op stap geweest. Heeft die kunnen volgen. Ze hebben die zijn data dat ze kunnen inlezen. En ze hebben nu perfect kunnen zien wat er nodig was om hem te volgen. Bijvoorbeeld op die Col de Pay. En ze kunnen dat nu gaan aftoetsen. Zij kunnen wel gaan aftoetsen op hun sterke ploeg in Tirreno. En ze kunnen nu perfect inschatten waar Remco staat ten opzichte van Vingegaard. En dat soort kennis hebben ze niet opgedaan bij... Je hebt het over Matteo Jorgensen, de man die was met Remco. Ja. Stelling 3, deze is echt wel letterlijk uit de krant gehaald, Jan. Ah, oké, dus de vorige waren een beetje bij de haren. Nee, gemanipuleerd. Nee, ook niet. Maar ja, ook. Natuurlijk. Stelling 3 van Jan was, waar was Landa? Het is onbegrijpelijk dat je je toptransfer niet laat meedoen in Parijs-Nice. Dat zal wel een of ander masterplan achter moeten, denk ik. Het masterplan luidt dat hij zijn eigen kans mag gaan in Catalonië en Baskeland. Dat is geen goed masterplan. Nee, voilà. Ah, eindelijk, voilà. Dus is mijn stelling juist. Maar dat moet blijkbaar een van de beloftes geweest zijn die men hem gedaan heeft. Ja, dat kan natuurlijk. Dan laat hem Paris-Nice rijden en nadien als extraatje voor zichzelf. Als je daar in augustus of september vorig jaar aan het praten bent, aan het onderhandelen bent over dat programma en de jongen die staat erop, want die is een bomma woont ginder bijvoorbeeld. Waarschijnlijk zelfs. En die wil er een ritje gaan winnen. En je zegt op die moment, het is goed. En dan uiteindelijk komt dat programma van Remco, komt er meer duidelijkheid in en je ziet dat gaat conflicteren en je moet dan tegen de gast zeggen dat dat niet meer mag. Ook moeilijk. Niet goed. Dus het blijft zeker een amateuristische sport. Hè. Zelfs op het hoogste niveau. Hè. Land dan nodig als hij die fout maakt met die drie man trein. Dat heeft hij echt gezegd. Ik heb een grote fout gemaakt, een grove fout. Als hij die drie laat, wint hij Parijs niet met zijn vingers in. Ja, maar we mogen misschien ook wel zeggen, Landa zou er zeker bij geweest zijn. Dan helpt het op dat moment Remco wel om het gat wel dicht te rijden. Ja, maar ja, nu zijn we over als en, als en dan. Ik weet het. Dat moet hij niet doen. Hij was er niet bij. Dat doet al genoeg. Ja. De ploeg is in de breedte niet sterk genoeg. Werd ook aangehaald. Een beetje wisselvallig gepresteerd. De ene dag wel, de andere dag niet. Is die ploeg op dit moment te wisselvallig in vergelijking met sommige andere topploegen? Tuurlijk. Het is wat minder. Moet er ook het weer bij al. Top. Ja, het heeft echt extreem slecht weer geweest. Er zijn jongens bij dat goed kunnen.
Tom kon dat goed, ik kon dat verschrikkelijk goed. Ik zie nu al Remco dat goed kan. Ik kon dat verschrikkelijk goed. Ja, nou, echt. Voilà, maar dat maar. Is ook... En Van Wilder gaat dat bijvoorbeeld een dag goed kunnen. Ja. En dan Sander daar ja, de weerslag van krijgen. En dan een dag erachter terug wat beter zijn. En vele renders hebben dat, want het heeft 5 dagen extreem slecht weer geweest. Maar dat we absoluut niet mogen vergeten, is dat de maat der dingen op dit niveau gewoon enorm hoog ligt. Hè. Dat is juist. We kijken naar waarschijnlijk de allerbeste ploeg dat er ooit geweest is in de wielrennerij. En dat is de maat der dingen geworden. Tot er weer een nieuwe goede. Ah, ja, maar als je dan in juli een serieuze kans wilt hebben, moet je lat ook liggen waar nu de maat der dingen is. Ja, maar je haalt, dat dat niet in met dezelfde renners op 3 maanden tijd. Dan zei je eigenlijk wat ik gezegd heb. Ja, dat is weer gemakkelijk, hè. Jan. Mij erbij blijven. Hey, jongens. Hey. Juli is nog ver weg. Morgen in de Gazette, Tom Bonen zegt hetzelfde als Jan Baken. Ja. Je voelt de bijl hangen, hè. Blijft er weg, hè. Je voelt de bijl hangen. Juli rijden er andere renders mee ook, hè. Dan komen er een paar... Daarom dat ik dit wel, dat nu... is veel gemakkelijker voor Remco, dat die daar gaan bijkomen. Ah, dan wordt het heel gemakkelijker. Ja, veel gemakkelijker. Okay, ja. Dan moet het tenslotte altijd niet meer op kop rijden. Daar moet hem ook eens mee stoppen, melden. Ah ja, maar dat heb ik ook ergens in een krant gelezen van een hele slimme mens dat 40 jaar al in het wielrennen zit, Marc Sergeant. Die zei, hij moet leren iets verder achteraan. Dat is toch wel waar, hè? Dat hij is was wel waar, heel gretig in en dat stuur ik hem ook door. Marc, valt jou dat ook op als je dan naar de koers kijkt? Heel veel kopwerk. Altijd. Hij zit heel de tijd vooraan. Maar ja, ik bedoel, die heeft in de jeugdreeks ook heel de tijd... Ze moeten die uitleggen dat hij achteraan ook... Dat mag. Iets dat kan gaan drinken. Moet die sterk zijn als Van Petegem bijvoorbeeld. Maar als hij dan eens valt, hè, dan staan we hier en er een van achteren. Hoe dom is dat? Ozel, hè. Ja, maar laat hem vooraan. Ja, maar Tom, hij moet niet van achteren. Hij moet in positie 20 en 15 iets meer rijden. Dat je weet, als allemaal, je daar constant in die 3-4 eerste rijdt, bergop, bergaf, altijd je ploeg toch in dienst, altijd 2 man moet voor u zetten, dat is te zwaar. Zeker in een rittenwedstrijd. Ja. In een klassieker kunnen ze dat maken. Hij heeft daar schrik van. Het wereldkampioenschap. Ja. Hij rijdt de hele tijd van achter. En dan zeg ik, rijd ik helemaal van achter, wat doe ik hier? Hij rijdt naar voren, even, terug naar achter, want dat was draaien en keren. Dat kan hem niet. Dat zit dan in, moet dat nog leren, hè, Mark. Ja. Dat was in Frankrijk had dat kunnen leren, volgens mij. Voilà. By the way, je hebt mijn stelling ook bevestigd. Ja. Jongens, ook weer in de krant erbij. Enfin, na Parijs-Nice nog een beetje langer in de buurt blijven hangen om nog wat ritten te verkennen voor de Tour. Enfin, dat dachten wij toch, Mark? Ja, het is, ik heb eigenlijk Klaas Lodewijk bezig gehoord daarover. En ik denk dat die mensen ook nog wat aan zijn communicatie kan schaven. Want die geeft eigenlijk toe wat het echte plan was. Ja, uiteindelijk, het is vlakbij hier. We zijn hier. We moeten voor niemand thuis zijn. We mogen nog 2 dagen langer weg zijn van de vrouw. Dus het is goed om hier te zijn en dat gewoon rustig mee te pakken. Voilà. Ja. 2 dagen langer weg van de vrouw. Dat is de echte reden. Ja, kan wel, kan wel Ruben van Gucht zijn. Jo, ja. Nu ga je te ver. Nu ga je te ver. Ja. Ja. Hey. De clickbaits springen er ook weer op, hè, Jean? Die komt nog met 2 dagen niet. In ieder geval, we weten nu ook, hè, als dat de echte reden was, waar dat zegengebaar vandaan kwam. Iedereen natuurlijk. Die moest dringend naar huis bellen. Ik denk dat eerlijk gezegd ook. Ja. Die gewoon belt. Van, sorry, maar we gaan nog een beetje langer. 2 dagen langer. Maar wat is dat zegengebaar eigenlijk? Kan ik dat uitleggen? Ik krijg het er een beetje van op mijn stapen. Ja, wat van zegengebaar? Keer dat hij doet? Dialed in. Doe wil zeggen dat je omhoog steken en klaar. Ja. Wil zeggen dat je blijkbaar, enfin, het staat symbool voor helemaal gefocust zijn op je prestatie. En dan bellen met de prestatie. Of... Flauw idee. Ik zie de link ook niet, maar dat was het alleszins wel. Er zijn er natuurlijk veel geweest in het verleden. Sagan, de Chicken Run en noem maar op. Wat is het coolste gebaar? Ja, maar die zocht. Oh, ja, sorry. Tom, iets dat je voor de geest kan halen? Ik heb nooit niks speciaal gedaan. Ja, wel. In Milan Sanremo is het zo, je waart 4e. Maar ik heb... Ik heb nog eens 2 keer echt dat ik dacht dat ik ging winnen, dat ik geklopt werd. Maar dat stelt niks voor. Dat is nog een raar zegengebaar. Ja. Hey, het is een vraag binnengekomen van Hans van Akker. Die zit hier ook ergens in de zaal. Die vraagt, is er eigenlijk al een nieuwe rock-and-roll figuur opgestaan in het wielrennen in het peloton na Sagan? En komt daar iemand voor in aanmerking? En is het überhaupt nodig dat er rock'n'roll figuren zijn? Sagan eigenlijk ook nog wel best oké qua rock'n'roll gehaald, als je die goed kent. Ja, als je hem kent misschien wel, maar naar de buitenwereld toe had hij wel iets. Ja, had wel zijn imago. Misschien is Van der Poel wel een rock'n'roll figuur. Ja, misschien wel. Hè? Met de Lamborghini aan de cross. Ja, onder andere. Coole kerel. Enfin, goed, het leidt ons te ver bij deze een klein antwoord. De schrik van de commentatoren komt uit Mechelen, dat weet u ondertussen ook wel allemaal thuis. Is ook voltijds lid van Wielerclub Wattage. Mark, was het de moeite deze week?
Het was een heel rustig weekend qua taalfouten. Jij hebt geen commentaar gegeven. Dank u, Mark. En ik heb... Ik vond op de duur... José en Renato zijn vrienden, moet ik een beetje mee uitkijken natuurlijk. Zwaar. Dus ik heb naar Tirreno Adriatico gekeken en daar hoorde je onder andere dit. Valt er aan de rechterkont? Dus... Er zijn veel dingen waar je aan kan zitten. Valt er aan de... Ja, doe, geef het nog eens even. Valt er aan de rechterkont? Valt er aan de rechterkont? Dus de veronderstelt dat er ook een linkerkont is, om te beginnen. En bovendien, je kunt dan van alles zitten, maar dit is strafbaar. En ook een middenkont. En waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk ook, ja. 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 Enfin, het ontsnapt niet. Ik ben blijven zitten, voor Tirreno Adriatico blijven zitten. En daar hoorde ik dit ook nog. Het eerste uur afgewerkt in 44 kilometer. Het eerste uur afgewerkt in 44 kilometer. Normaal. Ik heb dat uitgerekend. Dat is tegen een gemiddelde van 60 minuten. En dan, na de koers, kwam ook dit nog in Tirreno. De uitslag van het klassement in deze Tirreno. Dus de uitslag van het klassement. En inderdaad, ik heb er naar gekeken en het klassement had echt een goede uitslag gereden. ik zou je willen meenemen, ook dames en heren, naar de trappen van vergelijking. Kent u dat nog? Het is een beetje nostalgie ook, want tegenwoordig leren ze dat denk ik niet meer. Dus, maar ik geef het een voorbeeld. Speciaal. Specialer. Mm-hmm. Ja, dat is de... Overtreffende trap al? Nee, dat is de superlatief. Die komt nog. Maar de middenste is de vergrotende trap. De vergrotende trap. En de derde is inderdaad de... De overtreffende dus trap. Dus speciaal, specialer, speciaalst. Vroeger zouden wij gezegd hebben een specialer type. Mm-hmm. Maar tegenwoordig hoor je dit. Dat zou toch een iets wat speciaal typere zijn. Typere. Dus wat er nu gebeurt, is eigenlijk dat het achtervoegsel dat normaal aan het bijvoeglijk naamwoord staat, dat wordt op het einde van de woordgroep aan het zelfstandig naamwoord. Ik vind dat zeer goed, want dat zit aan het einde van die woordgroep. Dus want dat gaat een trend worden, hè, dames en heren. Maar ik had even een... Ja, het is een voorbeeld geven. Hè. Mm-hmm. Dus, ja, het is, nee, het is niet persoonlijk. Ah, ja. Dat komt straks nog. dat komt straks nog. Maar Ruben is een oude zak. Dirk is een oude zakker. Maar ik ben hier de oude zakste. Oké. Okay. Dus we nemen het mee. In ieder geval, we spitsen ook de komende dagen de oren. Jan Baaklands in Milan Sanremo. Ah, we smullen er nu al van. Ik vind ook dat we een uitdaging moeten geven. Ja. Eén keer wielerclub Wattage na de Cipressa laten vallen in Duitsland. Ah, nee, dat kan hem niet doen. Wattage kan hem doen. Dat was vroeger iets wat ik en Gert Steegmans deden met elkaar. Wat? Woorden geven voor een interview. En dan moesten die proberen erin te slapen. En dat deden jullie ook. En dat lukte dan ook altijd. Ja, ik deed dat bij KV Mechelen met de spelers. Extra premie. Als die bijvoorbeeld het woord serendipiteit konden gebruiken. Ja. In het interview na de match. En dacht, hoe heet er nou weer? Nooit een premie moeten betalen. Spits die een mooi doelpunt had gemaakt tegen Anderlecht, David de Stormen. En die komt van het interview terug. En ik zeg, en? Oh, nee, maar een heel slecht interview. Want ik zat de hele tijd te denken, serendipiteit. En hij had het niet kunnen gebruiken. Gekregen. Maar dus, Jan, morgen, serendipiteit. Zaterdag. Wat lief? Ik dacht wielerclub Wattage. Ja, Jan. Er zijn meer opdrachten dan alleen maar serendipiteit. Ik heb vandaag veel geleerd, misschien. Dat kan ook. Kan dat zijn. We gaan het. Ja, ja. Dat is ook. En ook zeer interessant om te zeggen, waar is Landa? Ja. Want die doen niet. Ja. Ik stel voor dat we bij Autopromo houden. Ja. Dan wel op wielerclub Wattage. Het is trouwens maar een kleine kijktip. De echte grote kijktip volgt op zondag natuurlijk. Milan Sanremo is niet meer of niet minder dan een opwarmer voor Tom. De Zuid-Kempse Pijl natuurlijk, waar ik samen met onze Ruben commentaar op geef. Dus ook weer afstemmen. Ook weer kijken. Voilà. Zuid-Kempse Pijl, Grote Prijs Wilfried Peters, 60e editie. Deze twee... Ja, echt 60ste waar. Zondag, editie. Hè. Grote Prijs Wilfried Peters, maar die is nog maar juist 60. Vroeger. Ja. Ja, in ieder geval, hij heet zo, de wedstrijd. We gaan verder met nog een paar stellingen. Ik heb nog twee stellingen. Ik heb jullie even onderbroken. Stelling 4, dat is een interessante. Remco Evenepoel zou eigenlijk moeten deelnemen aan Sanremo. Akkoord of niet akkoord? Niet akkoord. Niet akkoord? Zeg maar, je bent negatief vanavond. Je staat er te zweten dat je geen naam hebt. Ja, maar dat hij moet je gek maken. Die moet nu trainen en recupereren en Milan Sanremo, dat past niet in dat echt een koers, daar zit Remco als gegoten. Ja, het zou heel mooi zijn om daar onverwachts mijn lik op stuk te geven. Ja. Jij gelooft in Remco, ik geloof in Sanremo? Ik geloof daar rotsvast in. Ja. Hij kan die winnen.
Ja, ja. Waarop we het dan kunnen omdopen tot Milaan San Remco. Ja. Ja. Maar ik vind wel, hetgeen Tom vorige week gezegd heeft, blijft gewoon heel de tijd gelden. Dat is, de koersen zijn maar zo interessant als de deelnemers die er aan de start staan. En dat is helaas zeer zwak dit voorjaar. Er wordt heel veel elkaar ontlopen. Ja, en dat is wel een vaststelling die pijnlijk begint te worden. Ook in San Remo zijn er heel veel die hun kat sturen. Dat is wel jammer. We zijn verwend, verstaan me niet verkeerd. Er zijn een paar, een stuk of 5, 6 echte fenomenen. Die staan zo ver boven de rest, dat als die niet komt... Of niet voor de helft deelnemen, op zijn minst. Dat je echt op je honger blijft zitten en dat je zo een show krijgt, like in Strade Bianche, van iemand dat daar komt doen wat hij wil. En Pogacar krijgt nu wel wat tegengewicht. Maar het zou heel mooi zijn als Remco zich als derde hond in het spel gooit. Ja, maar Tom, hem nog verwachten aan de streep, dat is utopisch. Aan de start, liever. Wel, hem eens op, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ja. Wordt dat nog last minute omgegooid of moeten we daar eigenlijk geen rekening mee houden? Hij luistert ook vanavond, hè. Misschien dat hij toch nog goesting krijgt. Ik heb echt absoluut geen idee waarom hij dat zou doen, maar ik zou het wel appreciëren als hij het zou doen, want ik ben overtuigd dat hij daar altijd een kandidaat winnaar is. Zeker met het huidige peloton. Trouwens, met Van der Poel, Pogacar in de peloton. Ja. Zijn dat mannen met wie hij kan koersen? Dringt een deelname aan San Remo zich meer op dan een deelname aan de Ronde van Vlaanderen? Ja, 100%. Want? Ja, gewoon. Dat is een koers die hem echt als gegoten ligt. Dat lang recht toe, dat minder wringen. Minder wringen. Ja, leeft veel. Ja, 2 keer per dag. San Remo gereden? Ja, 6 keer of zoiets. 280 kilometer wringen is dat. Hey, daar in de Po-vlakte heb ik nooit veel moeten wringen. Dan is hij een lang lint en je rijdt gewoon aan 200 watt. Eigenlijk begint de ene keer op de top van een Turquino voor de afdaling te nemen. Dan stoppen ze beneden toch terug, altijd om te pissen. En dan... ik geef toe, aan de voet van een Cipressa, dat is een vies moment. Maar hij rijdt daar toch, naast. Voilà, zo simpel is het allemaal. In de wereld van Remco is het helaas zo simpel. Ja. Ja, ik heb dat een paar keer gedaan om te winnen, San Remo. Dat is toch een ander verhaal. Zo. Ja, maar je had niet de luxe dat je kon doen wat je wilde. Nee. Dat was Remco. Hè. Wow. Hij was heel goed, maar hij moest toch... Enige idee welke keer je hebt deelgenomen? In San Remo? Ja. 13 of 14 keer. 13 keer, goed zo. Echt. Ik ken de carrière echt nog wel goed van buiten. 13 keer deelgenomen, ja. Stelling 5, en dat is de laatste stelling die ik aan jullie ga voorschotelen. Het was interessanter geweest voor Remco om in Tirreno te rijden. Akkoord of niet akkoord? Waarom? Eerst zeggen of je akkoord bent. Niet akkoord. Niet akkoord. Ben je eigenlijk met een stelling akkoord gegaan vanavond? Nee, enkel dan. Nee, want ik heb het allemaal gelezen. Ik was maandagmorgen, ik was directeur Lut. Ik zeg, wat schrijven die er allemaal? We hebben hem te slim gemaakt. Jan moet een beetje gedimd worden. Oh, la la la. Maar dat zijn die 5 kilo dat hem is bijgekomen, dat zijn zijn hersenen. Ja. Maar we gaan natuurlijk wel weerwoord geven... Tirreno was in zekere zin interessanter geweest, of niet? Heel leerrijk in die zin dat hij zich had kunnen afmeten aan een Vingegaard. En dan had tot de vaststelling te komen? Dat weten we niet. Hè. Ja, we denken dat nu allemaal, omdat wij inschatten dat er in Tirreno precies door Vingegaard dan toch sneller bergop gereden werd dan door Remco en Jorgensen in Parijs-Nice. Maar ja, soms hebben daar reizen in koers belachelijk hard. Op tv kunnen we dat niet zien, hè, dat verschil. Nee. Dus... ik denk dat het een interessante confrontatie is en dat hij nu op een punt komt, zeker met oog op de Tour de France, dat hij toch die confrontatie met die mannen moet aangaan. Ja, vooraf hadden we misschien ook wel gedacht dat we een veel betere Roglic zouden krijgen. En dan is dat ook wel een echte Tour-kandidaat of op zijn minst een grote ronde-kandidaat waar je tegen kan meten. Die is nog meer... Remco is helemaal niet door de mand gevallen. Die heeft eigenlijk Remco een beetje zand in de ogen gestrooid de eerste 4 dagen. Kon je niet weten. Zijn kleding niet goed, te warm, te koud, las ik vandaag van zijn trainer. Dus het kan, je ziet dat zo'n topper, 34 jaar al... Dat snap ik ook niet. Hè. Die stelling daar, ik heb dat ook gelezen van die kleren. Roglic rijdt al sinds 1 januari 2024 met die kleren in warme en in koude omstandigheden. Ik denk in Slovenië is het ook niet altijd warm, woont ook daar in Monaco. En nu ineens, in de laatste rit van Parijs-Nice, weet hem niet meer wat hij moet aandoen. Terwijl Remco in de gietende regen en in de ijskoud gewoon in zijn koerstrui aan het rondrijden was. Maar ja, het was ijskoud en dat is de reden waarom dat niet ging. Die kan tegen wolven weer, die zit in de wolfpak. Hè? Ja. Dat telt dan. In ieder geval, ik kom nog even terug op iets dat Tom helemaal aan het begin zei. Misschien zijn we in het algemeen gewoon wel even soms wat te streng voor een jonge kerel als Remco. En mogen we ook nog altijd geweldig appreciëren. Akkoord. Wat hij allemaal gepresteerd heeft. We staan hier ook weer. Hè. En ik vind dat kei gezellig en leuk. Hè. Maar soms analyseren we echt alles voor elkaar botsen. Kom jongens, we gaan een pint drinken. Nee. Ja. We gaan niet anders. Nee, maar ja, koers is ook nog altijd gewoon een koers. Die jongens kiezen het programma.
ver voordat die eerste koers plaatsvindt en dan kiezen we Parijs-Nice of voor Tirreno, dan blijkt wie dat er waar gaat rijden. Die weten nog niet altijd op voorhand wie dat er gaat starten. Hè. Zo is het. En dan gaan we zeggen, ja, maar hij had liever beter naar Tirreno moeten gaan. Ik denk inderdaad dat hem in Tirreno ook wel een pakje slaag had gekregen van Vingegaard. Had misschien goed geweest of niet goed geweest, maar dat weet ik allemaal niet op voorhand. En op naar de toekomst nu. Voilà, kijken later. Naar het vervolg. Voilà, we gaan dat hier afronden. De verhalen, ja, de verhalen die waren vorige week van een uitmuntende kwaliteit. Jan Bakelands heeft voor zichzelf de lat natuurlijk geweldig hoog gelegd met dat onwaarschijnlijk verhaal over semi-automatische gesmokkelde wapens uit Amerika. Er zijn ook luisteraars die na wat deductie hebben achterhaald over welke Oostblokkers het gaat. Mannen met de initialen DM en AG. Ik zeg niks. Je hebt er altijd schrik van, hè? Ja. Zitten er opnieuw illegale praktijken in jouw verhaal van deze week, Jan? Nee. Oh. Ja, vorige week over Treffer, dat kan natuurlijk niet elke week. Maar ik heb toch een heel goed verhaal van toen ik pas prof was. In 2011, denk ik, ging ik regelmatig ook naar Tenerife trainen. En de Wolf was er nog niet. En ik was een jaar of drie samen met Daphne. En ik vraag of dat ze... ze studeerde en ze kwam af naar Tenerife. Ik zeg, ah, ideaal. En begon eigenlijk al, ik ging ze halen op de luchthaven. En ik had mijn fiets mee. Ik zeg, ja, anders rijd jij met een auto naar boven en kan ik vanaf hier nog een stukje gaan trainen. Okay. En ze zegt, ja, maar hoe vind ik dan de weg? Ik zeg, ja, dat is gemakkelijker, gewoon naar boven rijden. Zou was, in principe het geen probleem mogen zijn. Het was het pre-Google Maps tijdperk. Dus allee, dat was toch niet 100% het ding. Ze zei, je gaat me toch moeten brengen. Dus ik breng ze en een dag nadien zeg ik, zou je mij misschien niet kunnen volgen? Ik moet een heel lange training doen en het is toch gemakkelijk en voor de veiligheid. En ik had de dagen voordien al gevoeld dat de huurauto die ik had gepakt, die was zo goedkoop mogelijk, een Skoda Fabia. En, dat is eerlijk, bij Jan, dat is de eerlijk. Meest loesje verhuurfirma van Groot Tenerife. En ik had wel gevoeld dat de embrayage niet perfect optimaal werkte. En op een gegeven moment rijden we in het noorden. Dirk zal dat weten. Tussen de haarspelden van de belangrijkste hoofdwegen kun je tikkels afsteken in een heel steil stuk. En ik kom beneden aan en ik kom daar gelanceerd aan. Ik zeg, ik pak dat steil stuk. Dan doe ik eigenlijk over 500 meter het hoogteverschil dan normaal met een kilometer 200 uur. Dus ik doe dat. Maar Daphne, die rijdt achter mij en die moet schakelen. Die geraakt van tweede in de neutraal. Maar slaagt er niet in. Daar stopt het. Om hem in eerste te krijgen. En die klaksoneert nog net. En ik kijk achterom. En ik zie de angst in haar ogen op het moment dat zij heel langzaam achteruit begint te bollen. Richting het ravijn. Richting de zee eigenlijk. Ja, dat was echt zo'n klif direct te zeggen. En ja, ik weet nog altijd niet hoe dat ze zo snel kon redeneren. Want ja, voor Daphne de Legkip in de vorige aflevering gezegd. Toen nog niet. Toen nog niet, was het heel snel schakelen. Maar ze heeft de tegenwoordigheid van geest om aan de handrem te trekken en de auto te stoppen. En dan ben ik te hulp geschoten. Heb ik gezegd dat zij met mijn fiets even verder moest wandelen. Op dat stof. Op die klim, ja. En ik heb dan het puntje gezocht en eerst de pook in de eerste versnelling getrokken. Geduwd. Ja, maar ja. Het was niet eenvoudig. Bleek toen ook dat jij daar zelfs geen embrayage voor nodig had. Zo ver was de embrayage heen. Enfin, jullie hebben het overleefd? Schakel. We hebben het allebei overleefd. Ja, denken we toch. Maar waarom heeft Daphne niet gewoon geremd? Omdat de motor, dan valt de motor stil. Hè. Is geremd? Ja. In Vitesse, het was geen automaat. In die Skoda's wel, ja. Ze konden niet uit, hè. Ze konden... Ja, nee, dat... We kunnen toch niet wisselen? Dan moet ze op de rem blijven duwen, toch? Ja. Als ze niet de handrem gebruikt. Ja. Ik vond dat heel knap dat ze juist de handrem gebruikte. Ja. Is er iemand die iets anders zou gedaan hebben? Dan een handrem gebruikt? Ja. Ik ga toch vragen aan de mensen hier in Deinzen. Is dit... Ik vind het nu geen super onwaarschijnlijk verhaal dat hij vertelt, maar het zou eventueel gelogen kunnen zijn. Wie denkt dat het verhaal van Jan Bakelands klopt? Steek uw hand op. Groot geloof in Daphne vooral. Misschien wat minder Jan, maar wel in Daphne. Dus de meeste mensen steken hun hand op. Oké, we spelen een spel vanavond, vrienden, en ook de rest van het voorjaar natuurlijk onder ons vijf. En dat spel heet De Wattagemeter. De Wattagemeter. Dat is echt iets voor Remco. Volgens mij rijdt hij dat volledig kapot. Ai, als die mag van zijn papa. Aan de stand in de wielermanager is niks veranderd, want er waren geen koersen dit weekend die meetelden natuurlijk. Dus daar moeten we eigenlijk niet te veel op terugkomen. Komt wel weer snel verandering in met Nokerkoersen, Milan-San Remo, Bredene-Kokzijde, Gent-Wevelgem zal er ook snel aankomen. Gaan jullie transfers ondernemen, vraag ik me af. Zijn er wissels doorgevoerd? Ja? Je knikt, Tom. Ja, ik heb Arvid de Klein aan de ploeg toegevoegd. Ik ook. Ik heb mijn... Jij ook?
Mijn allergrootste wissels die gaan nog gebeuren. Maar ik denk dat ik mijn punten ga beginnen pakken vanaf volgende week. Dus je brengt de snelle man van Tudor, ja, Harvey de Klein, die heeft jou overtuigd. In Parijs-Nice. Ja. Dat is een enorm grave sprint om te zien. Gewoon. Ja. En een koopje? Kost niet veel. Kost niet veel. Omwisselen en verder. Wie heb je eruit gehaald? De Lee. De Lee eruit? Voor, ja, dat is wel een harde keuze. Ja. Zijn we niet meer overtuigd van de Lee? Ik heb exact hetzelfde gedaan. Ook de Lee eruit? De Lee voor Harvey de Klein ook. Want? Ja. Denken jullie dat het moeilijk wordt om het nog helemaal recht te trekken? Het wordt moeilijk om straks tegen al die jongens die echt pieken, nog eens specifiek naar die lange klassiekers, om daar tegen te doen. Zeker met de voorgeschiedenis die er nu is in dit voorjaar. En ik denk dat hij ongetwijfeld nog een goed jaar rijden en hier en daar wil scoren. Misschien in Bredenen of in Denain. En dat zal even de hoop doen opflakkeren, maar in die echte lange klassiekers. Het wordt nu lastig. De laatste half uur, hè, van een topklassieker. Hè. En... ja. Heel moeilijk recht te trekken in een paar weken, ja, tijd nu. Ja, want de rest zit niet stil natuurlijk. Zes uur de indruk geven van ja, hij is terug, maar dat laatste half uur, dat laatste kwartier, dan plooi je er veel. Ja. Dat is 10 dagen dat hij niet heeft kwaliteitsvol niet meer gewerkt. Ja. Dat is veel in deze periode van het jaar. Heel veel. Ja. Ik was aan het twijfelen om Milan in de plaats van de Lee te brengen. Jonathan Milan, hè? Ja, ja. Maar om wat dan te doen? Remo. Nee, Milan rijdt heel veel klassiekers. Wow. Maar niet Nokeren en zo. Hè. Nee. Het is daar dat we nu de punten moeten rapen. Jullie denken dat de Klein en zo. Ik denk dat jij te veel transfers doet, dat denk ik. Om het tweede nog. Dat je binnenkort geen transfers meer mocht doen. Je mag er 5 doen in totaal. Ja. Je mag er 5 doen in totaal. Jij hebt ook de Klein ingebracht. Ja. Zelfde verhaal. Die van de Paar ook, maar die was twijfelachtig. Jarne van de Paar. Ja. De jonge gast die daar in Monsteree gewonnen heeft. Ja. Ja. Dirk, heb jij wissels? Ik heb geen wissel. Ik heb een sterke ploeg vanmorgen met Merlier. Ik heb Thijssen, ik heb Jasper Philipsen. Dat is top 3, dus ik heb niet meer nodig, zeker. Dus, voilà. Ik moet zeggen, Dirk Jong, je bent assertief vanavond. Assertief. Ja, hij is lastig opgestaan, precies. Ja. Philipsen, Merlier en Thijssen heb ik niet meer nodig, vind ook. Nee, maar ik heb die ook. En ik heb dan wel eens slecht weer. Alsjeblieft. Voilà, dat is genoeg. Ja. Philipsen overtuigend genoeg in Tirreno? Ja, op niveau Nokere zeker wel. Hè. Toch wel altijd. En ook wel gevallen, hè. Niet onderschatten toch. Hè. Dat geldt voor de Lee, nee, dat niet goed is, maar voor Philipsen is dat ook Ik denk dat Jasper gewoon goed is, maar zeker nog niet uitmuntend. Je ziet dat ook. Ik denk dat hem gewoon in het algemeen een beetje foam is in zijn conditie en dat hem daardoor niet 100% fit aan de sprint kan beginnen. Ja, ja. Hij trekt zijn plan wel, maar hij moet gaan zitten. En alles is nog 50 meter te lang, en, maar dat komt wel goed. Ja. De stand nemen we er toch... Stand nemen we er toch voor plezier nog even bij, Dirk. Je moet ons gunnen. Je staat er nog altijd. Er is geen verandering. Maar dat wil zeggen dat jij wel alweer iemand gelukkig mag maken in de zaal. Want iemand gaat een prijs winnen. Het is opnieuw een gesigneerd truitje van Wielerclub Wattage. Die truitjes zijn blijkbaar ook in de handel ondertussen. Kijk, met het mooie. Allemaal gesigneerd ondertussen. Dus iemand uit de zaal gaat dat hier zo meteen winnen. Van Bioracer is dat er eentje. Voilà. In het groen en het zwart en het wit. Wie gaan we gelukkig maken? Rij 7. Waar is rij 7? Stoel 11. Iedereen moet op zijn nummer kijken. Enfin, iemand heeft daar gewonnen. Mevrouw? Is er iemand, mevrouw, oké, voilà. U gaat iemand gelukkig kunnen maken. En straks overhandigen we het wel aan u. Vorige week hebben we het over de ploeg van Kevin Van Impe gehad, dat hij heel hoog stond. Er is nog één opvallende naam in de top 10, op positie 8, namelijk. De ploeg DDT OK. Iemand een idee? Wie de eigenaar van DDT OK is? Jacques Vermeijeren. Jacques Vermeijeren. Nee, had gekund. Is het niet. Oké, okay. We gaan een quizje doen. Luister even mee. De man getuigt hier over zijn ploeg. Om ter eerst raden. Er is een beker. De Jan is de vorige week binnengekomen met een beker. De Neerpede Cup. En de winnaar van de wielermanager mag die dan eruit nemen als ze wil. Het is een wisselbeker, dus de volgende... De volgende wedstrijd kan die historie wat anders gewonnen worden. Voetballer? Bekende voetballer? Anderlecht? En vervolgens? De Schacht? Nee. Van Damme? Nee. KV zelfs nog. En nog bij Brugge? Rits. Rits. Mats Rits staat 8e in het algemene klassement. Wielerkenner, hè? Ja. Mannen hebben veel tijd. Waar speelt hem? Die mannen hebben heel veel tijd. Waar speelt hem? Nee, hij heeft van het weekend niet gespeeld. Ja, ik geef ook nog even mee dat record international Jan Vertonghen ongeveer op plaats 7000 hangt. En in een officieuze reactie laat hij weten dat zijn transferstrategie op niet veel trekt. Hij in een neerwaartse spiraal zit en de Lee en Girmay niet de juiste keuzes bleken.
Ik weet niet of we nog tips hebben. We gaan nog even overschakelen op het vrouwenwielrennen, want daar is wel een update. We hebben de ronde van Drenthe gehad, waar Wiebes autoritair gewonnen heeft. We zijn een beetje gezakt naar positie 1000. We hadden ook maar 4 rensters aan de start daar en 3 hebben er punten gepakt. Onze collega in de Beieren staat wel op positie 115, dus we hebben wel werk aan de winkel. Maar Wiebes blijft de maat der dingen als het op sprinten aankomt. Ja, absoluut. Hè? Ja, daar kan niks of niemand aan in het huidige vrouwenpeloton. Nee, nog een dag niet. Nee, normaal niet. Hè. Houden we ze als kopvrouw voor Nokere of zetten we Kopecky als kopvrouw? Kopecky. Kopecky? Ja, voor mij wel. Gaat het dan niet eindigen op een sprint, denk je? Jawel. Ja, vorig jaar althans. Wel lastig. En, voor dames is dat wel een lastige koers. 17, 18 kilometer kassei. Ik zie toch Lotte morgen terug uitpakken. Ja, maar jullie moeten het beslissen. Nee, zetten we Lotte als kopvrouw of wie als kopvrouw? Wij zijn onze kapitein. Als willen bewijzen. Als iets willen bewijzen. Ja, ik denk dat wel. Ja, waarom? Een beladen wedstrijd voor haar. Ja, later ook. Vorig jaar gewonnen. Ja, misschien wel. Ik geloof er wel in. In ieder geval, misschien nog een opvallend feitje aan het programma van Kopecky. Die heeft de wereldbeker in Hongkong, die komend weekend moest gereden worden op de piste. Ze laat die schieten. Dat was nogthans het plan, want er moesten punten gepakt worden voor Parijs. Ze gaat nu ook dwars door Vlaanderen rijden. Uiteindelijk toch het verstand dat, de bovenhand gehaald heeft? Ja, absoluut, want je moet dat niet onder stoelen of banken steken. Ja, het is gelukt. Hij is het ergens mee eens. Ja. Dank je wel. Hoe lang zijn we bezig? Een half uur of zoiets? Ja. Nee, maar goed, ja. Nee, dat neemt een enorme hap uit uw tijd en uit uw conditie ook wel uit. Ja. Dus beter zo. Goeie keuze, Lotte. Julie de Wilde, wil ik even op terugkomen. Die was mee in de finale van de Ronde van Drenthe. Was een groepje van 30 vooruit, waar uiteindelijk Wiebes dan gewonnen heeft. Zou iets voor haar geweest zijn vroeger? Heeft de Grote Prijs van Wallonië gewonnen op de Citadel. 24ste nu. Dirk, hoor jij haar nog wel eens? Ja, ik heb ze gisteren mij een bericht gestuurd. Ik heb haar dan kunnen bereiken. Ze heeft mij dan opgebeld. En ze was de recon gaan doen van de Ronde van Vlaanderen gisteren in heel slechte weersomstand. En ze zegt, als ik geluncht heb, Dirk, mocht mij bellen. En ik heb haar dan gehoord en ze zit na haar ziekte zo een beetje in een dipje. En ze had meer verwacht van Drenthe. En eigenlijk staat ze meskerp. Maar ik denk dat het gevoel in haar hoofd dat ze niet koerst... Wat ze eigenlijk graag zou doen, dat ze altijd moet blijven zitten en altijd op die sprint meet. Ik heb haar dan... Dat is de ploegleider die dat dan opdraagt. Ja, ik weet niet of de ploegleider is, maar ik heb haar gezegd, rijd een keer met je gevoel, zodat je bij de junior koers mee. Koers mee doet zoals dat meisje van Lotte, dat daar in Oetingen 100 kilometer vooruit... De Jong, Talita de Jong. Voilà. Koers zo een keer, als worden de laatste 20 afgereden, maar dat je een keer met je gevoel naar huis gaat. Julie, dat je content bent. Ik voelde aan haar stem dat ze dan een keer wil doen. Ik raad het aan, zal ze al ook volgen, ja, deze wattage. Even meekoersen, zoiets? Ja, koersen, zodat je naar huis komt en je zegt, van, ik heb geen prijs gekregen, maar ik heb gekoerst vandaag. Klinkt het niet, dan botst het. Ja. Voilà. Zoiets. Het is tegen die muur rijden. Zo. Ja, daar kijken we dan naar uit, de komende weken. We gaan het over een andere boeg gooien. Tom, we moeten het zeggen zoals het is. Het kakverhaal was een schot in de roos, vorige week. Ah, ja? Ongelooflijk veel respons opgekregen. Het was eigenlijk geen kakverhaal, het was een getgrachtverhaal. Ja, oké. Okay. Sterfput. De sterfkracht. Maar goed, uiteindelijk stonk het toch ook wel. Hè? Stonk even hard. En zelfs misschien nog een beetje harder. Gaat de beerput opnieuw open voor een vers verhaal? Vandaag gaat het spijtig genoeg niet over kak. Maar, wat heb je wel in petto? We gaan 21 jaar terug in een tijd. En we gaan naar januari 2003. Ik had net een overstap gemaakt naar Quickstep. En ik was een enorm gedreven jonge renner. Ik kwam in een ploeg terecht met Johan Museeuw en Frank van den Broeken en consorten en noem maar op. Ik had net Australië gereden als mijn eerste wedstrijd. En dat was zwaar geweest, dat was lastig geweest. En ik kom terug in Europa en ik had eigenlijk best veel last van die jetlag en dat temperatuurverschil. Dus ik dacht bij mijn eigen van, ik was al een weekje thuis. Het draaide niet echt, ik vertrek naar Spanje. Dus ik pak mijn fiets in en ik vertrek naar Spanje een dag nadien helemaal alleen. Ik ging er een paar zwaar trainingsritjes doen om wat te bekomen onder de Spaanse zon. De eerste dag ik vertrek, ik dacht van, ik kan direct een verre rit doen. En dat was nog niet in de tijd van de Garmin en zo, dus je moest ongeveer wel weten waar je naartoe reed. Op het verste punt van mijn rit, dat zal ongeveer 90 kilometer geweest zijn, al echt 90 kilometer heen en terug. En ik draai om en dat was een klein stijl kastje en daarboven was een naftstation en met een derailleur in mijn wiel. Krak, paat eraf. Ja, gedaan met rijden. Tuurlijk. Wij reden dan met timefietsen, dat hadden ze bijna nergens niet. Dus er zat niks anders op dan van een naftstation uit een taxi te laten komen.
Dus een taxi die komt eraan gereden, 3 uur later. Ik heb nog 3 uur zitten wachten. Proberen van een plaatselijke Repsol? Ja, ja, van de Repsol. Zo. Proberen dat ding te herstellen met ijzerdraad en alles, maar dat marcheerde natuurlijk niet. Die fiets in het koffer. Allee, nog eens 3 uur later, of zover, dat zal zoiets geweest zijn, aan dat hotel. Alles uitgeladen en de dag nadien. Nee, de avond zelf nog. Ik bel dan nog de ploeg om te uitleggen wat er gebeurd is. En ze hebben dan iemand opgestuurd vanuit België, met een pad op vliegtuig. En ik moest die pad dan gaan halen aan de luchthaven en dan vloog die mens terug. Dus ik rijd dan terug naar die luchthaven met die taxi. Ik sta daar buiten te wachten. Ik had dan eigenlijk die pad terug vast en ik roep een taxi en diezelfde gast komt er terug aan gereden. En je zegt tegen mij, ah, ik ben blij dat ik je zie, maar dan in het Spaans, met Engels ondertussen zo. Want ik zei je zakje vergeten. En ik had mijn zadelzakje inderdaad in deze auto vergeten. En er zat €200 cash in. Alsjeblieft. Ja, dat was nog een tijd zonder bankkaart ging rijden en had ik dat meegenomen. En die is dat teruggegeven aan mij. Wel lief. Ja. Als het waar is. Of als het niet is. Oké, goed, we gaan even checken. Wie denkt dat het verhaal van Tom waar is? Heeft die mensen €200 gewoon in het zakje laten zitten? Zelfs applaus wil er sommigen voor geven. Dat is wat overdreven. Zoveel eer kunnen we die Spanjaard niet gunnen, dat is erover. Maar we gaan straks ontdekken of het waar is of niet, natuurlijk. De vierkoppige jury, u ziet ze staan, mag ondertussen de koppen weer bij elkaar steken, want het is de hoogste tijd voor de strafste stoot van de week. Of ik deze podcast beluister? Ik moet juist niks. Of zoals we vorige week zeiden, de opvallende feiten uit de koers. Dat is misschien een betere benaming. 3 genomineerden hadden we deze week. Voor het eerst in de geschiedenis won dezelfde ploeg Paris-Nice en Tirreno. Nooit gebeurd. Dit jaar voor het eerst. 2, de toch wel bijzondere wederopstanding van Egan Bernal in Paris-Nice. Na alle blessureleed is hij toch een beetje terug van weg geweest. Of 3, Ellen van Dijk keert na amper 5 maanden na haar bevalling, terug in het peloton en wint meteen een tijdrit over 17 kilometer in Spanje. We hebben 3 genomineerden. De jury moet een hard oordeel vellen. Naar wie gaat gauw een voorkeur uit, Mark? De bevalling. De bevalging. Oké, okay, dat is goed. Ja, dat is duidelijk. Nog iemand? Ja, het is een moeilijke keuze deze week. Ben je dat? Ja, het is allemaal bijeen. Het is allemaal die tijdrit en dan 50 per uur. Ik vind dat ook van Dijk? Maar ja, zo 5 maanden. Dus kort, 50 dat is kort. Dat is kort. Dus we hebben al 3 van Dijks. Het is niet zo van, ah ja, ik ben toch helemaal oké. Okay. Nee, dat is zo. Ja, maar 5 maanden gewoon een tijdrit gaan rijden en die winnen. Stevig. Maar Jan heeft 3 bevallingen meegemaakt. Ja, ja. Ja, van dichtbij. Maar ja. wel zelf nooit geen gedaan. Hoor. Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wel gezien wat dat met Daphne deed, die borstvoeding. En dat was wel fenomenaal. Borstvoeding tijdens de bevalling? Dat is te vroeg. Dat is te vroeg. We zitten, we zitten 5 maanden na de bevalling. Nee, maar dat is bijzonder straffen, Ellen. Ja. Straffen, madame. Oké. Okay. Dan gaan we een truitje van AG Insurance uitreiken naar een van de luisteraars die ook op Ellen van Dijk gestemd heeft. 60% van de mensen heeft trouwens voor Ellen van Dijk gestemd, dus het merendeel ging sowieso voor Ellen van Dijk. Dit truitje van AG Insurance gaat naar Pepijn Kozemans, denk ik. Ja, die, dat wordt alle weken kleiner. Ja, dat was voor de onderbroek op de duur. Voor de onderbroek. Enfin, in ze, geval... ze geven alleen die geen weg die niet verkocht geraakt is. Ja. Heel klein en heel grote. Ja, deze trui gaat naar Pepijn Kozemans. 2 verhalen gehad. Nog 2 verhalen te gaan. Ik ben echt heel benieuwd over het verhaal van Mark. Maar ik hoop dat het niet over KV Mechelen gaat. Ja, vertel het. Waar gaat jouw verhaal eigenlijk over? Wel, als wij zondag winnen, spelen wij play-off 1. Daar gaan we het niet maar over. Maar daar ging het dus niet over gaan. Nee, het gaat over Milan Sanremo. Ik woon daar eigenlijk maar 100 kilometer vandaan, tenminste als ik in Frankrijk zit. En ik ben dus eigenlijk al vaak naar Sanremo gereden met de auto. Mm-hmm. En dan vandaar, ook als er geen Milan Sanremo is, tot La Guelia. Maar dan langs de weg, dus niet Poggio en Cipressa in de andere richting. Ja, jij weet dat. Dus ik ben daar heel vaak geweest. Ik ken de parcours eigenlijk redelijk goed. En met mijn Frans, want ik ben 14 jaar voorzitter geweest van de wielerclub van mijn dorp. En met onze truitjes van de club gingen wij ook vaak naar daar. Nu is een jaar alleen met dat truitje van de Franse wielerclub. En ik kom de Cipressa over. En ik zie dat er nog coureurs in koers zijn, want die passeren nog. En ik zie ineens naast mij 2 Italianen in truitjes die ik niet ken. Dus van die kleine Italiaanse ploegen. Plus Jimmy Casper. De Franse sprekers. Ik zeg, ah, monsieur Casper, comment allez-vous? En hij zegt, oh, vous parlez français? Moi, c'est fantastique, parce qu'avec les deux cons d'Italiens qui parlent pas français. En hij zat er al 3 uur of zoiets, beweerde hij, met die 2 gasten. En die waren onder 1 hele tijd bezig. En hij heeft de steentjes uit de grond verveeld. En hij begint dus heel zijn koers te vertellen. Oh, j'ai eu un petit incident là. Hij begint alles te vertellen. Oké, okay, we komen aan de voet van de Poggio. Ik zeg, allez, bon,
Ik krijg mee de Poggio. Ah, oh, non, on ne fait pas le Poggio. Hein. On n'a pas fait la Cipressa non plus. Hein. Donc, non, ça sert à quoi ça? En dus wij rijden door en wij komen in de, aan de laatste kilometer. Ah, ja. En vandaar in die laatste bochten. Dus in elke bocht staan er flikken met hun fluitje. Ik zeg, shit man, ik zit hier tussen drie coureurs van Milan Sanremo. Wat moet ik hier doen? Die flikken. Ah, je zat in koers? Ah ja. Dat was nog, die koers was nog bezig. Mark Uitroep heeft maar die gasten hadden, ik dacht dat die gasten niet meer in koers waren. Uiteraard, die hadden de Cipressa in de Poggio niet gedaan. Maar die gasten en die flikken, die maken geen onderscheid natuurlijk. Ja, vooruit. En ik, kom, ja, en ik ben dus met die mannen over de streep van Milan Sanremo. Allee. Ja, maar de dag van Milan Sanremo. Nee, ja, maar ik had schrik, want ik, zag de, ik dacht, goh, miljard, straks zitten Michel Wuts, André Meegang en José de Kuijver, die ik alle drie goed ken. Zie. Ja. Maar Michel Wuts was juist iets aan het vertellen en dan ziet hij zo in het verhaal dat hij niks meer ziet. Ja. Dus dat is mijn geluk geweest, want mijn auto stond dan aan de andere kant. En het toppunt is, ik koop zaterdags L'Équipe. Om te zien of ik in de uitslag sta. Ja. En ik stond er niet in. Kasper maar Jimmy Casper wel. Ik zweer de slobber. Ja. Ja, we spreken ongeveer over het jaar 2005 of zo. Ja, zoiets. 2005. Ja, 126e of zoiets, maar hij stond prachtig. In de uitslag. Prachtig. Ik had gehoopt dat er ook X ging staan. Omdat ik je kaderplaatje had. Ja, dat had gekund. Dat is niet het geval. Als het waar is, hè. Wie gelooft er dat Mark Uitroeven ooit in de finale van Milan Sanremo in koers geraakt is en met Jimmy Casper over de streep gereden is op de Via Roma? Steek uw hand op als u het gelooft. Twee. Je mag er ook iemand achter ons hier een hand opstak. Weinig geloof in Mark. Ja, je hebt natuurlijk een paar verhalen verzonnen de laatste weken. Dat kan een effect hebben. Ja, maar jij vraagt altijd om te verzinnen, want al de rest is altijd waar. Ja, maar ik vind het goed. En nu is het bij ons dikwijls niet meer waar ook. Hè. Dus ja, maar ik vind het goed. Het zou kunnen. Het is al gebeurd. Het zou zomaar kunnen. Ja. We gaan nog een paar conclusies trekken naar Paris-Nice en Tirreno. En we beginnen met deze man. Ja. Once again today, the team kept me out of trouble, and a big thanks to them for not only today but for the whole week. It's a very beautiful trophy as well. It's one of the most iconic ones in cycling, I would say. So I'm very happy to have it. Jonas Vingegaard boezemt angst in. Is hij nog beter dan jullie verwacht hadden in deze fase van het seizoen? Ja. Dit hadden we niet zien aankomen. Hij is wel sterk, heel sterk. Hij heeft veel wedstrijden gereden, wint er 80% van. Dat zijn een top. Ja, ook de Gran Camino was ook zeer indrukwekkend. Drie van de vier ritten, eindklassement. Nu twee ritten, eindklassement. Ja, dan kun je moeilijk zeggen dat dat niet goed is. Hij is nog beter. We zeggen niet dat niet goed is. We zeggen dat hij is indrukwekkend. Een topper met zijn wattages per kilo dat hij kan, zijn gewicht. En, ja, hij steekt er in het grote. Is dat een voorsprong die je vaak niet meer afgeeft? Dat is wat anders. In het seizoen? Vraag me eigenlijk af, is de rest dan zo slecht? Of zo? Ja. Slecht niet, denk ik, maar nee, hij helemaal is buitenaards niet, helemaal niet, maar, van hem wist wel dat hem heel goed was. Hij heeft twee keer de Ronde van Frankrijk gewonnen nu. Dus dan ben je eigenlijk de maat der dingen in het rondewerk. En hij blijft dat bevestigen. En op zich is maar wel dat vroeg op het seizoen ook al. Ja. En het straffen is dat hem nooit een aanlooprondje nodig heeft. Hij traint gewoon, hij komt naar een koers en hij wint ze. Maar voor mij eigenlijk nog straffer is wat ze met Jorgensen gedaan hebben. Die een goede renner was bij de Ronde van Romandie. Bij Movistar en in de Ronde van Romandie, die vorig jaar bijvoorbeeld tweede werd, maar toch altijd eigenlijk een acteur was die achter die toppers zoals Vingegaard en Roglic de tweede viool speelde, maar die nu gewoon echt nog eens die stap voorwaarts heeft gezet. En ik vind, maar als je dan ik heb daar toevallig, was dat Dirk dat er net tegen mij over sprak? Die gast is 1,94 meter. Mm-hmm. Ja. Die is zo groot als ik en die weegt 65 kilo. Waanzin. Dat is ongelooflijk. Waanzin. Die weegt 15 kilo minder als ik op mijn magerste. Ja, mm-hmm. En er was al niks meer af te krijgen op dat ogenblik. Nee, dat is waar. Als je dan hoort, Thijs Vonneveld zei deze week, denk ik, in Sporza Daily, dat die vorig jaar bijvoorbeeld zelf nog vaak stages moest bekostigen, zelf materiaal meenemen, dan zijn we toch nog eigenlijk is dat nalatigheid bijna van zo'n topploeg, toch? Ja, dat is waar. En, in deze tijden? Ja, maar ik denk dat je verschiet hoe dat het professionele wielrennen soms nog heel amateuristisch kan zijn. Zo. Ja, maar als je weet dat daar de lat ligt en ondertussen weet iedereen dat, kan je dat ploeg toch bijna niet meer permitteren als je tenminste wil winnen tegen die mensen. Als je wil meedoen, ja. Dat vind ik het straffe, dat dan toch nog altijd. Ze blijven ook overal dingen vinden wat we van Jorgensen nu vorig jaar gehoord hebben. Ik denk wel dat in de meeste ploegen niet meer zo het geval is. Hij moet dat ook niet dramatiseren. Hè. Veel renners zijn ook genoodzaakt om af en toe zelf iets te ondernemen. Ja, dat is soms ook leuk. Om je eigen ding te doen. Ik heb
Ik heb ook alle jaren in mijn topjaren zelfs één of twee stages dat ik op mijn eigen deed of dat ik naar dezelfde locatie ging, maar dat wat vroeger of langer bleef en dat betaalde dat gewoon. Hè. Wordt dat de komende weken terug gewoon een knecht van Van Aert? Makkelijk, zonder morren? Ja. Winnaar van Parijs-Nice? Ja, zeker. Zonder pas Wout zijn koersen komen eraan, zit nu nog op het eiland te trainen, dus op de tijden. Hij gaat terugkomen en gaat Aarlbeke, Waregem, Vlaanderen en Parijs erbij doen. En dan gaat dat drie weken eigenlijk knechten worden voor zowel Laporte als Jurgensen. Als dat is ook niet volledig waar, want dikwijls werken ze met verschillende Kopman, jongens die mogen spelen. Hij zal iets vroeger dan Wout van Aert moeten proberen, maar hij zal nog eigenlijk altijd in die rol zijn kans krijgen om de koers te winnen. Ze hebben er al zoveel. Van Baarle. Van Baarle is ook Van Baarle naast hem. Nou, en Laporte, als ik dat in de Franse kranten lees, dat is een heel ander verhaal. Hè? Dus Laporte gaat er echt van uit dat hij nu mee de kop maakt. Ja. In de Franse kranten zegt hij dat gewoon. Ja. Ja, dat is iets wat hij gelukkig voor ons altijd leest. Ja, absoluut. Mannen, we hebben nog maar een klein beetje gehad over La Primavera, de Sint-Josef klassieker Milan-San Remo. En daar halen we de inspiratie uit voor de quizvraag van de week. 22 keer, mannen, was Tom. Sloeber. 22 keer hebben we een Belg gehad die Milan-San Remo gewonnen heeft. Hofleverancier was uiteraard Eddy Merckx, recordhouder met 7 stuks. De onvermijdelijke Roger de Vlaming heeft er 3 gewonnen. Net als Coppi en Freire trouwens. Dus Roger en Eddy samen zijn er al 10 van de 22. We hebben er 3 van voor Wereldoorlog 2. Kunnen we jullie niet aandoen. Odile de Fraaie, Cyril van Houwaard en Jeff de Muizeren geven we gratis weg. We hebben nog 9 Belgische overwinningen niet vermeld. Er zijn 9 verschillende Belgische renners. Jullie krijgen 60 seconden de tijd om die namen in te vullen vanaf nu. Schmil. Van Aert. Fred de Bruyne. Fred de Bruyne. Wacht, ik moet doorschrappen, jongens. Jasper Stuyven. Van Aert, Stuyven, de Bruyne. Emile Daams. Emile Daams. 62. Jawel, goed. Fons de Wolf. Fons de Wolf. Wolf. Nog 3. Ja, dan was... Nog 3, boys. Daartussen is niks meer gebeuren. We zitten echt nu in de jaren 50. Maar het zijn wel grote namen. Rick van Looy. Rick van Looy. Erik van Steenbergen. Rick van Steenbergen. En nog eentje, boys. Nog eentje. 55, moeilijk. Ja, dat is de kleinste. Nee, ik mag dat niet zeggen als je Milan staat. Spanisch? Nee. We hebben nog een halve minuut. Wacht, ik ga een tip geven. Hoe spreek jij normaal altijd de naam uit van Germay? Wat zeg je er altijd tegen? Germain de Rijken. Germain de Rijken. Germain, ja, jullie. Wacht, ga je dan in 40 seconden de tijd? Merci, jongen. Goed, dat Mark. Goeie tip. Goeie dat waren nu jaren, hè? Mark 55. Ja. Dat waren ja, echt waar. Hè. Dat ik weet het nog, tijdens de bevalling zat ik naar een koers te kijken. Dat waren ze dus. Enfin, we gaan vooruitblikken naar San Remo met een vraag van Gilles, iemand uit het publiek. Een vooruitblikvraag. Kan Pogacar Van der Poel lossen op de Poggio? Dat weten wij niet. Nee. Dat is juist. Moeilijk om daar uitspraken over te doen. Heel moeilijk. Wat zegt jullie gevoel? Kif-kif tussen die mannen op dit moment? Ja, onmogelijk om te zeggen. Wij gaan afwachten hoe dat Van der Poel... Ja, dat weten we echt helemaal niet. Voor de dag komt, niet. Dan Van der Poel weten we echt niks. Dus maar... gaan we kijken en zien. Ja. Mogen we ondertussen ook al van Van der Poel verwachten, net zoals dat blijkbaar ook bij Vingegaard het geval is, zoals dat bij Pogacar in zijn eerste koers dit jaar het geval is, dat die jongen er gaat staan? Hij heeft dat al gedaan. Ja. Hij heeft dus 2 jaar geleden direct derde geworden. Derde, ja. Hij gaat er staan. Die gaat op niveau. Maar om nu zo goed te zijn als vorig jaar, dat is dan weer een ander verhaal. En het is pas toen dat hij echt verschil maakte, toen hij derde was, denk ik, was hij in de sprint nog. Ja. Dat hij derde werd. Persoonlijk denk ik dat hem veel meer mikt op het Vlaamse sluik dit jaar. Omdat vorig jaar San Remo heeft gewonnen en ook laat begint. Ik denk wel dat hij verwacht dat hij gaat kunnen winnen in San Remo. Maar ik denk dat hij wel later wil pieken. Hij heeft ook de luxe en hij moet niet van Pogacar wegrijden eigenlijk. Hij zou kan hem perfect kopen. In de sprint winnen. Hè. Ja. En daarvoor is hij wel goed genoeg. Om de beste te volgen, daarvoor is hij wel goed genoeg. Dat denk ik wel. Ja. En dan hebben we het over de man dat we daar juist hadden, Laporte. Ja. Die gaat voor mij Milan San Remo winnen. Ja. Ja, die heeft zijn kans zonder Wout. Die is rap, kan bergop. En ik zie die als outsider, outsider tussen naaksters, want dat is een toprenner, dat die in de sprint die mannen kan kloppen. Omdat er rivaliteit gaat zijn tussen andere grote namen. Ja. Ik weet dat niet. Ik vind dat wel een gedurfde voorspelling van Dirk. Want ja, ik was niet onder de indruk van Laporte in de Strade Bianche, waar hij trouwens ook kopman was. Ja. Een stuk zwaarder natuurlijk wel, maar oké. Okay. Je verwacht wel dat je daar tekenen toont van een goede conditie. Welke sprinter zien jullie het langst meegaan? Philipsen. Ja, toch? Philipsen. Ja. Geen. Ja, dat is geen foute veronderstelling. Maar de vraag was het langste meegaan. Hij hangt heel veel van het weer af, gewoon. San Remo. Zou Petersen dat niet kunnen? Hij is een sprinter. Heeft Pedersen ook al veel gegeven, te veel gegeven, vroeg op het seizoen? Al heel veel gegeven, dat wij in Parijs niet zo gezien. Steeds ook op kop, in dienst van en noem maar op. Ja, hij heeft al veel gegeven, ook in die slechte weersomstandigheden. Maar hij heeft dat bewezen met al 6 koersen te winnen. Maar zijn
voorjaar moet echt nog beginnen voor Petersen. Daar verwacht ik van dat hij meespeelt in de grote klassiekers. Ja. En ik heb schrik dat hij al misschien over zijn hoogtepunt is, maar laat mij missen. En hopelijk is hij met die twee kanjers, met Wout en met Van der Poel, mee in de belangrijkste fases van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Ja, en laat ons hopen dat Van Aert er ook bij is op dat moment, ja, natuurlijk. Jij zegt, sprinter, nee, want het geweld Pogacar-Van der Poel is te groot voor die sprinters. Ja. Ja, ja, pas op. Van der Poel is een sprinter. Hè. Het is natuurlijk veel meer dan een sprinter, maar zo echt te zuiveren, de Philipsen, dat denk ik niet. Ja. Ik denk dat Philipsen zelf ook niet denkt dat hij er nog gaat aanhangen. Zou men ook een andere wedstrijd kunnen hebben? Moest slecht weer zijn, Tom en Jan, in Milaan-Sanremo? Moest dat nu regenen al? Natuurlijk. Ik heb een keer meegemaakt met Bugno. Die reed toen ook weg aan, voor de Cipressa al. In slecht weer wel, hè. Wij zijn ooit weggereden op Turquino. Ja, Turquino. Turquino weggereden. De sneeuw. Met 20 man. Ja. We hebben nooit meer teruggezien. Ja. 190 kilometer in de naam van Sanremo. Ondertussen wel teruggezien, gelukkig. Ja? Maar je bent, bent terug bij de leven. Dat kan allemaal als er slecht weer is. Ja. En je hebt een durver die een durf gaat attackeren in de berg af. We zijn in de berg af weggereden toen. Dat was oorlog de hele dag. En dan krijg je gewoon een compleet andere rituitslag, ja, dat niemand niet verwacht. Zeg, en Pogacar pakt mannen als Hirschi mee. Allemaal jongens die heel goed bergop kunnen. Wordt de koers gedynamiteerd op de Cipressa met Pogacar? Rap rijden. Gaan de sprinters daar al overboord? Heel rap op rijden. De Cipressa dan... Risico's zoals vorig jaar de Poggio wel eens, dat de eerste kilometer en een half doet. En dan gaat Pogacar proberen van weg te rijden, maar dat gaat heel moeilijk zijn. Mooi woord ook, Venair. Heel leuk woord. Heel leuk woord. Enfin, we weten sinds vorige week dat de Kerkstoel een officiële ploeg geweest is ooit, waar jij gereden hebt. Maar voordat we naar jouw nieuwe verhaal gaan luisteren, Dirk, er was onlangs iemand die een verhaal over jou verteld heeft. Ex-renner Michiel Elijzen. Naam zegt jullie nog wel iets. Ja, Michieltje. Ja, in de Nederlandse podcast In het Wiel, aan de zijde van Thijs Sonneveld, zei hij dat. Een ex-collega ook van jou als ploegleider in de Lotto-ploeg. Luister even mee. Ik weet nog wel dat we een keer in een koers zaten. Dat er een groepje was gelost. En daar reden we eigenlijk achter. En onze beste sprinter die zat daar toen in. Ik reed toen met Dirk de Wolf in de auto. En die zegt op een gegeven moment in de radio tegen die renner: demareer maar. Dus ik denk, demareer maar, waar gaat hij naartoe demareren dan? Ik bedoel, hij rijdt een minuut, anderhalf minuut achter het peloton. Dus die sprinter, die demareert uit de groep. Heel die groep zat te kijken, wat de fuck gebeurt hier nou? Waar gaat hij nou naartoe rijden? Nou, op een gegeven moment, ja, dan mag je als ploegleider door, omdat je geen renner meer in die groep hebt zitten. Dus ja, wij mochten door en we waren op die landweggetjes een beetje uit zicht. Nou, Dirk, die had een hele goede lijm aan zijn bidon. Dirk, was dat de truc? Ah, wel, ah, wel, ah, wel. Ja, het is lang geleden. Het zou kunnen. Ja, dat was een goede truc om iemand terug in de koers te brengen. Ja. Ja, het zou demareren vanuit groep 2. Ik geloof niet dat Michiel liegt. Ja, een bidoncollé noemen we dat. Een bidoncollé. Ja, een lange bidoncollé. Ja. Maar je hebt dus een nieuw verhaal voorbereid? Voor ja, het is een verhaal uit de jaren 1989, de Tour de France. Duel dat jij nog commentator was tussen Greg LeMond en Laurent Vignon. Maar het was een overgangsrit. En er was een renner van RMO, Paul Kimmich. Veel mensen gaan hem niet kennen. Ja. Hij is later dan boekschrijver geworden, journalist geworden. Een en die reed Engelsman? Bij RMO. Okay. Ier. Ja. Een Ier. En het was zo'n overgang, zit altijd op en af, viel een keer stil. Een Tour gekend, dat die overgang, ze rijden een keer op. En hij was er al twee keer doorgezakt. En ik zeg tegen Marc Sergeant, wij reden toen bij Hitachi, we waren nog met vier renners in koers. En tegen Guy Nulles dacht ik dat bij Panasonic toen. Oh, zeg, die Kimmich is dat terug. Zeg, als nu nog een keer los dat stil wil, en ze rijden terug rap, dan ga ik de camera nadoen. Inderdaad, ze schieten in gang weer en achteraan. En ik zag hem terugkomen. Hè. En ik met mijn... daarnaast. Maar ik liep me zo ver los tot aan de rode auto. Dat was toen een auto van, ik dacht al LeBlanc. Fiat. Ja, niet Fiat. Van LeBlanc dat in de wagen zat. Heb terug. Want je was vies, hè. Alles komt terug bij je. Terug, tweede keer. Achteraf schrijft hij een boek. En dat was ik de arrogantste render dat hij ooit tegengekomen was. Dat verhaal is waar. Is dat verhaal waar? Ja. Of om te beginnen waar? Zijn we het daarmee eens. Een nieuwe stelling. Een nieuwe stelling die we aan dit panel gaan voorschoten. Oké, okay, jouw verhaal is dus eigenlijk, ik probeer het samen te vatten, je maakte een soort camerabeweging op het moment dat die coureur moest lossen en jij eigenlijk met de vingers in de neus. Ik had eigenlijk veel plezier in die Tour in 89. In ja, dat is duidelijk. Ja. Ja, de Tour die gewonnen werd door Greg LeMond. Oké, okay, spreekt Dirk de Wolf de waarheid? Wie gelooft het verhaal van Dirk de Wolf? Heeft hij een beetje het zotteken uitgang? Ja, oké. Okay. Hij heeft duidelijk het zotteken uitgang en dat gelooft iedereen.
We gaan er stil aan het einde aan breien. Ik geef wel nog even mee dat ondertussen onze redactie heeft opgezocht dat Jimmy Casper 3 keer gefinished is in Milan-Sanremo in 5, 6 en 7. Ja, ja. Voilà, hij was er dus 3 keer bij, dus het was die periode. Maar ja, het is een van die 3, hè. Ja, ja, ik weet, ja. Ja, maar ja. Of het waar is iets anders, maar, natuurlijk. Ja. Enfin, we gaan er wat? Nee, ik weet van nog heel veel andere renners die in de uitslag staan van Milan-Sanremo over bijna alle jaartallen tot... Een jaar of 5, 6 geleden, als ze beginnen controleren, ze, ja, ja, hebben ze camera's gezet op de Cipressa en de Poggio. Ja. Ja, met dat geval van dingen daar. De Maar. De Maar. Ja, ja, juist. Ja. Toen hebben ze, dat beginnen, op, ja, hebben ze dat beginnen filmen, ook wie dat er passeert. Maar Italiaanse renners die in de uitslag staan van Milan Sanremo hebben meestal afgestoken. Ja, voilà, alsjeblieft. Ja. Ja, toch in de uitslag. Enfin, we gaan er stilaan einde aan breien en dat doen wij, u weet dat natuurlijk wel, met rijden, rijden, rijden. Mark is opnieuw in de pen gekropen. De inspiratiebronnen waren het zegengebaar van Remco Evenepoel en een nakende Milan Sanremo. Deinze is er hopelijk klaar voor nog altijd. Mark is er klaar voor. Mathieu en Guillaume zijn er klaar voor. Here we go. Via Roma Fontaine, Sanremo begint. De Capi de Zee, pressa tegenwind. De Poggio den afzinkt, de rug in de wind. Pogacar en Mathieu, die twee waren toch goed bevriend. Je voel dat weg. Onze Remco, als hij wint, telefoneert. Je ziet dat dat niet goed marcheert. Hallo mama, en hij gooit meer. Misschien was het Oemi. Rijden, rijden, rijden. Stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, rijden, rijden. Naar de weg. Loepen. Rijden, rijden, rijden. Stoempen, stoempen, stoempen. Rijden, rijden, rijden. Naar de weg. Loempen. Eén ding heeft u nog te goed. Wie sprak de waarheid en wie sprak de waarheid niet? Heeft Daphne ooit in een vlaag van net geen zinsverbijstering toch nog de handrem getrokken? Ja, ze heeft de handrem opgetrokken. Ze heeft de handrem opgetrokken. Ze doet het trouwens vaker, de handrem aantrekken. Ja, dat is misschien ook nodig in het geval van Jan Bakelas. Was het verhaal van Dirk Wolf waar? Het filmen naast, ja, Paul Kimmich. Ik heb zelf meer dan 2 keer gefilmd, 3 of 4 keer. En meer dan terecht een passage in dat boek. Meer dan terecht een vermelding in dat boek. Mark Uitroeven, ben je ooit gefinished in Milan Sanremo aan de zijde van Jimmy Casper? Niemand geloofde het. Het was bijna zover, maar ik ben op 500 meter van de meet op de stoep gesprongen. Toch maar afgedraaid, oké, okay, dat is eerlijk. En Tom, jouw verhaal aan de Repsol, het tankstation en 200 euro uiteindelijk toch nog helemaal waar. Helemaal waar. Helemaal waar. Helemaal waar. Taxichauffeur tegenkomen 2 dagen op rij. Alsjeblieft. Daarmee is het laatste woord gezegd, mensen. De laatste noot, die is natuurlijk nog niet gezongen. Mathieu en Guillaume. Rij, 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 stoep, stoep. Dat was Wielerclub Wattage vanuit Deinze. Dank jullie wel om te komen. Volgende week meer van hetzelfde, maar dan een beetje anders. Geniet van alle koersen op Sportza. Nokere koersen, Bredene Kokzijde, de Zuid-Kempense Pijl en nog zoveel meer. Tot volgende week, vrienden. Bye bye. Bedankt om deze Sportza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.